ik ben een Surinamer op het ijs. En daar horen wij eigenlijk gewoon niet thuis. Welkom bij de perspresentatie van Sterren Dansen op het IJs. We hebben een bokser, een oud zwemster, oud wielrenner, een tieneridool en wat? Een topmodel. We gaan ze volgen. You make me this, bring me up, bring me down. Play it sweet, make me move like a freak. Mr. Sex of Beat, make me this, bring me up, bring me down. Play it sweet, make me move like a freak. Mr. Sex of Beat, you make me this, bring me up, bring me down. Zoals je achter me ziet gebeuren, worden de kandidaten nu aan ons voorgesteld. Mensen staan echt te dringen om een foto te maken. En ze zien er wel beeldig uit, hoor. Strakke broeken. Shit. Het moment dat ze jou belden en dat ze je vroegen van Remy, wil je hier aan meedoen? Wat ging er door je gedachten, man? Nou, ik zal eerlijk zeggen, ik zei eerst nee, gewoon ik doe het niet. Mm-hmm. Vooral omdat ik mijn eigen Bunjaski Academy geopend heb. In Almere dacht ik van, ik doe het niet. Ja. Maar ze hebben me toch na tig keer bellen, onderhandelen, hebben ze me toch nog weten te strikken ervoor. Oké, okay. Ja. Onderhandelen zegt hij. En dat vraag ik me eigenlijk altijd af. Krijg je hier geld voor? Want ik kan het wel aan die andere deelnemers gaan vragen, maar ik ga er nooit eerlijk antwoord op geven. We doen het niet gratis. Oké, okay, nou precies. Hoe was het gegaan met de trainingen? Nou ja, dat ging eigenlijk wel goed. Zeker de laatste twee dagen, want dan zal je zien. Mm-hmm. Dan val ik in de live show, hè. Aan blaren op je tenen of dat? Nee. Geen blaren, niks. Alleen, ja, die jongen lift je natuurlijk. Dus ja. Echt binnenkant been, mijn schouder, hier mijn heup, ja. En dat doet ook echt pijn als je wordt opgetild? Ja, tuurlijk. Als je dat 20.000 keer per training moet doen, dan ga je hoe dat hoe zit het voelen. Met je dance moves? Still doing her thing. Gaat met je bokscarrière, is dat al helemaal? Nee, het is nog niet helemaal voorbij. Ik heb het nog een beetje op een kiertje. En ik zeg wel, als het dit jaar niet gaat gebeuren, dan stop ik er echt mee. Ja, okay, zonder afscheidwedstrijd. Zonder afscheidwedstrijd. Heb je bezig kunnen kijken naar je concurrenten, naar de andere deelnemers? Ja, want we trainen continu gezamenlijk. Ja? In groepen, zeg maar. Okay. Maar er zitten echt steengoeie bij. Dat kan niet tegen op boksen. Wie maakt bijvoorbeeld een goede kans? Jenny, zeker. Jenny Smit. Mm-hmm. Echt, Jenny die staat voorop. Dus okay. Daar moet ik die schaats een beetje van in gaan zagen. Precies. Ja. Oeh, is dat zo? Nou, die rol wil ik mezelf helemaal niet aanmeten. Want dan zijn de verwachtingen heel hoog. Dan dus moet je hem gaan waarmaken, hè? Ja. Ivy is echt slecht. Nee, ja, Monique, hè? Weet je wat je zus net over je zegt? Dat je er gewoon niks van bakt, dat jij gewoon een van de slechtste bent, hè? Niet gezegd, Ryan. Het staat op camera, weet je? Ik moet wel eerlijk toegeven, Jenny is beter dan mij, dus ik moet het wel een beetje hebben van de stemmen. Oeh, ze begint al gelijk, zeg. Ze begint dus gelijk. Ik moet ook stemmen, want ik heb krijgt nogal een goed juryrapport. Dus. Dus Jenny Smit, hou die in de gaten en Ralf. Die is ook onwijs goed, heb ik gehoord. En dat is natuurlijk ook een kleine, jonge, enthousiaste, gedreven. Ja, maar volgens mij gaan al die tienermeisjes daar wel op stemmen, hè? Dat denk ik ook, ja. Nou, ik ga gewoon mijn best doen en we zien het wel, weet je. Ik probeer het gewoon. Wie stem jij eigenlijk? Wordt een dubio. Maar dus, ik... Komt goed. Ja. Je hoort het, je ziet het mensen. Ik bedoel, van de strijd barst nu gewoon al helemaal los tussen de zusjes. Wie gaat hem pakken? I'm gonna vote for you guys, oké? Ja? Nou, vandaag ben ik erg benieuwd geworden hoe de kandidaten eigenlijk het gaan doen. Ik ga het volgen vanaf 28 januari op SBS6, 8:30, Sterren Dansen op het IJs. Peace! Ik ben niet de beste, maar ik heb wel een top act. Je hebt een top act? Dan ga je natuurlijk wel even een tipje van de slijden. Wel, man, kom op. Luister dan. Kijk, als ik het nu ga vertellen. Maar dit wordt pas volgend jaar uitgezonden. Ja. Pas na de finale wordt dit uitgezonden.